Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag laat ik jullie zien hoe ik deze hals heb gemaakt. Alleen dan zonder het bont. Wat heb je nodig? Een paard, lijn, tangen, ijzerdraad, schaar en leer. Wat we nu als eerst gaan doen, is we gaan 5 ringetjes maken uit ijzerdraad. En dat ga ik jullie ook nu laten zien. Je pakt dus je ijzerdraad. En een tang. Het liefst helemaal een ronde tang. Je draait er op de ene na kleinste een ringetje. En zo gaat het ringetje er dan ongeveer uitzien. Zoals ik hem nu laat zien. Dit is dan het ringetje. Hier moet je er dan in totaal 5 van hebben. Hier zijn ze dan, alle 5 de ringetjes. Je knipt een strookje leer uit. Nu gebruik je dat strookje leer en doe je dat door dat ringetje heen. Laat een klein stukje over om lijm erop te smeren. En plak hem dan vast. Dan zit hij aan het ringetje vast. Zoals je kan zien op de camera zit hij nu vast. Hij staat niet helemaal scherp. Als het goed is heb je hem nu vastgeplakt. Aan de andere kant doe je precies hetzelfde, maar meet het wel goed op. Als het goed is heb je nu aan beide kanten een ringetje zitten. Zoals ik jullie laat zien doe ik hem even om de neus heen om te kijken of de maat goed is. Als de maat goed is, dan ga ik verder. Is de maat niet goed, dan maak ik hem korter of langer. Door weer een nieuw strookje te pakken. Als die korter, dan kun je hem gewoon nog wat kleiner maken. Dan hoef je niet een heel nieuw strookje te pakken. Ik laat hem nu ook even aan de andere kant zien hoe die zit met het ringetje. Als het goed is moet hij dan op dezelfde plek zitten, zoals je nu kunt zien. Nu pak je weer een nieuw strookje leer. Deze doe je door 1 van de 2 ringetjes en plak je hem vast. Hier heb ik hem vastgeplakt. Nu pak je weer een nieuw ringetje en doe je die door het laatste strookje heen, maar die plak je niet vast. Nu doe je het strookje leer door het eerste ringetje heen, om er een rondje van te maken. Dat wordt dan het neusstukje. Hier zie je dat ik hem nu helemaal heb vastgeplakt, precies op de maat van het paard. Heb je dit ook bij een Nione? Dan zit je nog steeds op de goede weg. Wanneer je het rondje helemaal rond hebt gemaakt, pak je een nieuw stukje leer en doe je die door een van de eerste ringetjes heen. Dit is dan hoe het er nu uitziet. Dit doe je dan ook aan de andere kant. Het moet precies hetzelfde maat zijn. Nu je het stukje leer er hebt zitten, pak je een nieuw ringetje, doe je die door het leer en ga je die vastplakken op de juiste maat van het paard. Nu dat je daar een ringetje op zit op de juiste maat, doe je dat natuurlijk ook aan de andere kant. Die heb ik nog niet gedaan, maar die gaan we nog wel doen. Aan deze kant heb ik nu een stukje leer zitten met een ringetje. En dus nu ook aan de andere kant. Dit is wat je op dit moment moet hebben. Klopt er iets niet, ga dan nog even een stukje terug. Dus nu heb je dit. En nu heb ik aan een van de stukjes wat er nieuw bij aan is gekomen ook weer een leerstukje gedaan. Wat ik nu aanwijs met mijn wijsvinger. Het laatste leerstukje dat we hebben aangebracht gaan we nu een gespje voor maken. Dus wat moet je doen? Je pakt je tang en zet hem op de kleinste
stand dat er is. En je pakt je ijzerdraad en je draait het eromheen, zodat het een klein vierkantje wordt eerst. Dus nu heb ik een soort van halve, heb ik een C, een maan, halve maan. Dus nu ga ik weer de tang pakken en ik maak hem nu helemaal heel. Zoals je kan zien op het beeld. Wat ik nu ga doen, is ik ga hem nog een keer zo'n vierkantje maken op dezelfde manier. Dan krijg je een gespje. Dus wat ga ik doen? Ik ga gelijk achter het vierkantje het ijzerdraadje vastpakken. Ik laat even zien hoe het er nu uitziet. Dus ik pak hem nu weer vast. En ik ga er weer omheen draaien. En dan als het goed is krijg je een soort van 8 vorm. Zoals je nu kan zien. Nu pak je het gespje en doe je die door het leerstukje heen. Die je als laatste aan hebt vastgemaakt. Nu maak je het gespje vast aan dat leerstukje natuurlijk. Hier zie je dat ik hem heb vastgemaakt. Het gespje is nog steeds te gebruiken. En je kunt nog steeds een beetje bewegen. Nu gaan we naar de andere kant van het halster en daar maken we ook een leerstukje aan. Zoals je kan zien, aan dat laatste dingetje maken we nu ook een leerstukje. Dus we gaan nu met het leer, die doen we door het ringetje heen en plakken hem vast. Nu heb je het leerstukje eraan vastgemaakt. Deze kan je gebruiken door het gespje, zodat je hem kunt verstellen. Oké. Ik ga nu een klein driehoekje maken. Deze driehoekje die wordt aan een losse ringetje vastgemaakt. Nou, deze driehoekje maak je gemakkelijk door de platbektang te pakken. Dan doe je hem op de ene kleinste stand en dan duw je het ijzerdraad eromheen. Zoals er nu wordt voorgedaan op de video. Dus een soort van driehoekje. Het is gewoon echt een driehoek. Zoals je nu een beetje kan zien, buig ik hem nog een beetje bij, zodat hij wat mooier lijkt. Ik ga hem nu ook laten zien. Zo is hij geworden. Dit is dan het driehoekje van ijzerdraad. En die ga je dan gebruiken bij het losse ringetje. Dit is wat je nu moet hebben. Je hebt nu een klein stukje leer aan het driehoekje vastgemaakt, als het goed is. En nu gaan we dat stukje leer gebruiken met het driehoekje om deze halster wat meer realistischer te maken. Maar nu eerst gaan we wat anders maken. Ik ga nu eerst een haakje maken voor een ander stukje leer wat je nog aan het halster vast moet doen. Dus ik ga nu eerst een haakje maken. Dat doe je om ijzerdraad te gebruiken en dat om het kleinste maat van je tang heen te wikkelen. En je kruist de stukjes ijzerdraad even een beetje over elkaar heen. Zoals je hier een beetje ziet, dan krijg je echt dat realistische. Dus ik doe ze een klein beetje over elkaar heen. Dan knip ik hem zo kort mogelijk dat hij nog wel rond is. En nu ga ik er een haakje aan vastmaken. Dus ik buig het stukje overige ijzerdraad. Dat buig ik. Dus ik ga het nu zo laten zien. Dat buig je naar je toe. Want daar zit dan als het goed is ook het afgeknipte stukje ijzerdraad. Zodat het, dat het niet laat zien dat het ook een afgeknipt stukje is. Dus hier heb je dan een haakje. Dit is hoe die eruit moet zien. Dus ja, dit is hem dan. Een heel klein haakje is dat. Maar we gebruiken hele dunne, kleine stukje dunne leer. Dus dan past het er ook wel goed bij. Dus nu ga je dus weer een stukje leer er doorheen doen. En plak je dat weer vast. Dus zo ziet het er dan ongeveer uit wanneer dat hij vast zit. Dus dat ga ik nu even doen. Nu heb ik dus het haakje gemaakt en nu ben ik eigenlijk al bij de volgende stap is dat je hem door het andere
ringetje heen moet doen. Zodat hij daar dan ook weer vastkomt. Zodat hij echt realistisch al begint te lijken. Als het goed is, heb je hem nu helemaal vastgemaakt. En dan hoort hij er nu zo uit te zien. Ik laat hem ook even aan de andere kant zien. Daar zit het haakje. Als het goed is, hoort hij er dus nu zo uit te zien. Zo, nu heb je dan het driehoekje klaar. En dan ga je die dus eventjes openmaken. Niet te ver natuurlijk, niet dat de leer dan weer uitgaat. Dus ik heb hem nu open gemaakt. En ik ga hem nu vastplakken aan het halster. Dus hoe ga ik dat doen? Ik pak het halster erbij. En dan maak ik hem vast eerst aan het ringetje. Dus daar aan het ringetje. En dan is het, ja. Nu ga ik dat dan doen. Dus ik heb hem nu aan het ringetje vastgemaakt. Nu ga ik hem door laten trekken tot aan het keelstukje. Dus nu ga ik hem om de keel, riem, noem ik hem maar even. Ga ik het vastmaken. Ik ben niet zo heel goed met termen allemaal. Dus sorry daarvoor. Maar ik doe het nu even zo. Dus ik doe het om het keelstukje heen en ik plak hem vast. Laat er dan wel een beetje ruimte tussen dat ik nog kan bewegen. Dus doe niet helemaal lijm erop, want dan kan die niet meer bewegen. Doe dan eventjes een klein rondje, maak je dan open. En daar moet dan geen lijm komen. Dus dan kan die gewoon bewegen. Nu laat ik hem dan zien aan beide kanten en hoe die er van onderuit ziet. Nou, en dan ga ik hem ook langzamerhand nu laten zien hoe die aan de onderkant is. Daar zitten allemaal gespjes en dingetjes.